Hé hey Peter. Hé hey Tom. Welkom in uh, mijn pocketcamp. Ja, ik, ik kom heel graag in jouw pocketcamp. <laughs> <laughs> ja, ja, dat vind ik een warm welkom thuisachtig thuiskomen. Ja, nee zeker. Dat, dat kan ik me wel voorstellen, want ik heb ook het beste zomerkamp. Ooit. Uh, ooit. Nee, de, de geschiedenis van het universum. Ja, zeker. Nee, het is, uh... Wat heb jij met Animal Crossing? Wil je het even aan de mensen uitleggen? Want uh, ik snap het niet. Ik vind Animal Crossing een van de schattigste en warmste spelletjes die ik warm, ja, als, als in, als in, je kan warm Liefdevol. Ja, je steekt er tijd en moeite in. Maar wat je ervoor terugkrijgt zijn gewoon hele kleine fijne momentjes. En, uh, en, ik, en daarom is die game natuurlijk ook zo ontzettend populair. En daarom was ik ook uh, aardig tevreden toen ik hoorde dat Nintendo die game naar, uh, naar de mobiles wil brengen. Naar de smartphones. Ja, naar de mobiele telefoon ja. En daar staat hij nu op. Je kunt hem gratis binnenhalen. En we... dus op Android en, uh, en iOS, ja? Yeah? Ja. En de DS-versie doet dan, uh, doet dan, doet dan doet eigenlijk hetzelfde, toch? Nee, de DS-versie is echt het, een, een, een dorpje waar je in gaat wonen. En waarin je allerlei opdrachtjes kan doen. En waarin je vriendschappen kan smeden. En nu is het dus. Nintendo heeft dit naar de smartphones gehaald en heeft dan ook gezegd van het is een soort van uitje voor de Animal Crossing serie. Dus het is een zomerkamp. Je runt niet een, een, een dorpje, je runt een zomerkamp. Wat vet. Dus je mag dan daarin ook wat dingetjes creëren, maar het gaat natuurlijk nog altijd om het maken van vriendjes tussen al die dieren die je kan ontdekken en kan vinden en kan, kan pleasen met allerlei cadeautjes. wat ik nu ook doe met Lily. Ik heb hier zoiets van, yo, ik heb allerlei vissen die jij wil hebben. There we go, alsjeblieft. En dan ze... Dan zegt ze van... Hé, hey, dat vind ik leuk. Thanks. En dan uh, stijgt de vriendschap. En dan krijg ik weer allerlei leuke dingen om meer te craften. En meer vriendjes binnen te halen. En so on, so on, so on. Daar heb je je, je visuele cirkel van liefde. Mooi. Ja. ja. Heel mooi gezegd. En... Ja. ja. Absoluut. Ja, ja. En um, dat is ook de endgame van het spel. Gewoon zoveel mogelijk vriendjes hebben. Ja, het is niet uh, van hoe uh, verslaat kwaad of zo. Of uh, oh, je moet uh, voordat de tijd uh, uitloopt, uh, uh, moet, je, moet je dit en dit gebouwd hebben. Nee, het is echt heel erg een, een game die je gewoon even tussendoor op kan starten. Gewoon snel en dan tik je even een aantal boompjes aan. Verzamel je wat fruitjes. Je gaat wat vissen verzamelen en zo. Ja, het uh, werkt hem en... een beetje zoals uh, Candy Crush. Je moet gewoon wachten in de echt. Je moet in veel gevallen moet je, moet je wachten. En uh, ik vind het in, in Pocket Camp nog wel aardig mee Vallen met hoe ernstig je moet wachten op bepaalde dingen Maar um, zit er zitten natuurlijk wel Op een aantal momenten krijg je echt zoiets van Oh ik wil nu deze, weet ik veel Deze stoel hebben en deze stoel, dat craften dat duurt Zeven uur, maar goed, dan kun je natuurlijk ook microtransacties er tegenaan gooien om die zeven uur heel snel voorbij te laten gaan. Ja, precies. Maar goed, dat, dat is een bekend systeem. Als je het vergelijkt met de grote broer, de DS-game, is het hetzelfde gevoel wat je bij het spel hebt? Krijg je dezelfde blijheid waar je het net over had? Dezelfde ja, nee, dat liefde. Dat, dat, dat zeker wel. Het, het is wat meer hapsnap, maar het is wel de stijl van Animal Crossing met echt de deuntjes. De, de, de zit natuurlijk een heleboel bekende personages in die je dan weer terug kan, uh, terug kan vinden en zo. En natuurlijk het hele idee van vriendschappen creëren en dingetjes verzamelen, gewoon een beetje. Je tijd verspillen op een soort van fijne manier. Dat is, dat is wat Animal Crossing voor mij betekent. En dat zit hier in deze, deze smartphone versie dan ook wel echt heel sterk. Ja. Ja, Speelt veel? Uh, ik speel het heel veel als ik even niks te doen heb. Het zijn, echt wat, het zijn die kwartiertjes dat je echt zoiets hebt van: Oh, ik ben aan het wachten tot een video uitgedraaid is. Of Oh, weet je wel, ik ben even snel kop koffie tussendoor. Weet je. Dan heb je, is dit een fijn pauze-momentje. Ja, dit is ben niet nu iets aan wat het je doet, dan? Ik ben nu ik ben nu, uh, vlinders nu Ja, vlinders en insecten aan het vangen. Wat natuurlijk ook wel een soort van directe referentie is naar de echte Animal Crossing games. Het is alleen zoveel simpeler geworden nu. Het is echt tik en tik. En is daar dat heb je fijn dit. of is dat. Ik denk dat dat heel goed is voor een smartphone games omdat weet je, je kunt het met één hand spelen. Je speelt het even tussendoor. Je kunt het ook zo weer wegleggen. Het is niet iets waar je urenlang in gaat zitten. En waarschijnlijk ook niet iets waar je jarenlang in gaat zitten. Terwijl met een, een volwaardige Animal Crossing game heb je nog wel eens iets van: hoe zou het met mijn dorp zijn? En dan ga je daar naartoe terug en dan zie je dat alles uitgestorven is. En overal staat onkruid en zo. Dus dat, yeah. is, ja, de, dat is misschien iets minder, uh, iets minder hier. Maar ik denk dat het juist een hele goede focus is op de smartphone. En ik hoop eigenlijk dat dit zo populair wordt of dat dit aanslaat... zodat Nintendo sneller zoiets heeft van... hé, hey, we moeten een volwaardige Animal Crossing op de Switch brengen. Dat zou wel heel vet zijn. Dat wil, ik wil een volwaardige Animal Crossing op de Switch maar dat, dat gaat wel denken. gebeuren, denk ik. Dat gaat uiteraard ja. gebeuren, maar hoe snel het gaat gebeuren... en hoe groot het gaat gebeuren... hangt misschien af van het succes van Pocket Camp. Ja, zou maar, ik denken. Wat dat... zien we hier nu? Uh, we uh, ik, ben, ik ben hier naar een... Ik wil een nieuwe kat in mijn camp kunnen krijgen. Ik wil, ik wil een gast erbij hebben. En dat is een, een, een poesje. Uh, dus ik was even aan het kijken van wat heeft die nodig... Om uh, allereerst aan al zijn eisen te voldoen, zodat hij naar mij toe komt. Vis en melk. Ja, nou ja, dat vooral. En een aantal krachtbare uh, dingetjes. Maar ik, moet hem ook, ja, ik wil hem ook een paar dingen geven, zodat onze vriendschap kan groeien. Dus ik bel hem op, zodat hij naar de plek komt waar ik ben. En bel het... de kat op. Ja. ja. En dat is dus precies ook zoiets wat, uh, wat je maar een paar keer kan doen. Maar met microtransacties praktisch oneindig. Dus daar, daar heb je alweer van die kleine oh, Dus dingen. dat bellen is een soort snellere route naar nieuwe vrienden. Ja, want anders, moet ik, anders zitten ze in de roelering. Anders moet je kijken van wie is er nu waar. Oh, er zit niemand tussen die ik wil zien. Dan ga je natuurlijk mensen bellen. En dan ja. krijg je dat. Dus het is, het is een beetje geluk. Het is een beetje RNG. Maar het is natuurlijk altijd. Als je het wil, kun je ervoor betalen. En nu heb ik een aantal dingen gegeven. Dus ik ben tevreden met de dingen die ik heb gedaan. En, en die poes ook. Alleen nu moet ik nog allerlei dingen verzamelen voordat hij echt zegt van oké okay, nu kom ik wel naar je zomerkampje, nu kom ik naar je leuke camping. Ja, want er zijn wel zijn meer gebieden buiten het zomerkamp. Ja, 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 je hebt verschillende areas waarin kleine dingetjes te verzamelen zijn, dingen te doen en waar dus ook allerlei van die diertjes kunnen spannen met... Ja, want dit is niet de zomerkamp quest. wat we nu zien. Nou, de, het is allemaal jouw zomerkamp, maar oh. er is één area die je kan customizen. en de andere areas zijn een beetje je plekken waar je dus nieuwe diertjes gaat ontmoeten en waar je dus uh, peren kan plukken, kersen kan plukken, insecten kan verzamelen, kan vissen en dergelijke. Ja. Uh, of bijvoorbeeld je camper uitdossen. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid dat je je camper een leuk themaatje geeft. en dat je daarin allerlei dingen gooit. Dat is leuk. Je reist rond met je camper. Ja, ja je reist rond met je camper. Je camper is ook een van die areas die je een beetje kan customizen. Oké. Okay. Dat is leuk, want je, kun, je vrienden kunnen jou ook zien ergens in de wereld. kunnen ze ook jouw camper instappen om te kijken of daar iets leuks is en zo. Het is heel, het is heel erg een soort van sociale tijdverspilling. Ik zou zeggen, vertik je tijd maar met, met mate. Ja, maar die vrienden waar je het over hebt, zijn natuurlijk niet echte vrienden, toch? Nee, er zitten ook echte vrienden. Ook nog. Je kunt gewoon gewoon vrienden worden. Sterker nog, mijn, mijn friendcode staat in de beschrijving, dus je mag me toevoegen. Dan gaan we, gaan we elkaar kudels geven en zo. Bijvoorbeeld, ik ben nou bij de, bij de guy die, die ook je camper kan uitdossen en zo. Dat maar is de, een hij, Ja, maar hij draait je poot uit. Ik zweer oh. het je. Hij zegt van, hey, wil je een tweede verdieping in je camper? Ik zeg ja. Oké, okay. dan gaat hij allemaal maken voor me. Dan zegt hij, oh, dat is 30.000 bels dan. Nice. Zegt ja, ze van, oh, dat heb ik niet. Dus ik heb een lening af moeten sluiten. Maar goed. Oh, hij doet het wel maken zonder dat je van tevoren moet Ja, precies. Dat is echt wel een lul. Ja. Dat is nou, een met een toge ja. standaard. Dus ik zei net ook van, hij zei van, wil je die tweede verdieping groter maken? Ik zo. nou, nee, <laughs> voorlopig <laughs> niet. Maar kan je niet eens offerten vragen dan? Nee, 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 dat doet hij niet. Dat doet hij gewoon niet. Nee, maar goed. En dus hij daar... is de enige die zich in dit vak heeft. Ja, uh, ja het is, hij is een monopolie. Dit, dit is geen kip die die ook doet. Nee, nee, nee. Ik heb sowieso nog geen uh, kippen gezien voor. Ik maar. zei sowieso, als ik een kip was, dan had ik me nu gefocust daarop met offertes, want dan weet ik dat ik meer klanten krijg. Ja, nee, krijg. precies. Het is een gat in de markt in Animal Crossing. I know. Zeer. En er is niemand die eraan denkt. Nee. Geen kip die. Daarna... Ja, maar hey, hetzelfde geldt trouwens ook voor je ja, kleertjes en zo. Er zijn maar, er is altijd maar één plek om het te halen. En als je daar niet tevreden mee bent, ja, pech dan, weet je wel. Ja. ja. Okay, this, okay. Ja, maar dit is, mijn, dit is mijn campertje Dus daar ben ik ook een beetje Kun je, die kun je wel vrij uit en rond Kun je ook customizen Dat is een tweede verdieping Die je eventueel kan customizen zo. Ik vind dat wel leuk gedaan Dit is koddig Ja, er zit wel liefde in Ja, nou ja, dat, dat zou ik wel zeggen ja. Het is ook niet de, Ik zou zeggen dat Nintendo hier ook niet te simpel in is geweest Dat ze niet zo hadden van Kom, we zetten gewoon iets met een Animal Crossing naam op de markt En that's it Ze hebben wel er echt over nagedacht uh, Over het hele hoe, hoe het uitgefaseerd is en dergelijke dat, Ik vind dat op zich wel netjes gedaan en ik ben hier nou weer aan het kijken van: uh, oh hé, hey, uh, wat kan ik allemaal craften? Maar ik heb tegelijkertijd ook al iets in de crafting staan. En dat gaat me vier uur duren. Ja, je kan maar één ding craften, natuurlijk, per keer. Ja, de, of je kunt leave tickets betalen, zodat je weer meer crafting spaces krijgt. En hetzelfde geldt ook voor je inventory. Je inventory kan op een gegeven moment vol raken. Dus kun je ofwel dingen verkopen, of je koopt meer inventory. Yeah. Ja, ja. <laughs> Ja, en ik doe het nou ook. Ik heb zoiets van: nou, ik heb de leave-tickets, ik wil het jullie toch even laten zien. Dus bij deze dan dan. Alleen voor burgers. jullie, hè? Ja, ja, ja. Want anders doe ik het niet. Anders heb ik zoiets van: hé, hey, 4,5 uur, ik wacht wel. Ik heb nog een, uh, nog een slaap te pakken en zo. Dus dat ja. is, uh, dan, ja, dan, dan werk ik zo. Maar goed, ja, dan heb je dat. Dan uh, hebben we dat gebouwd en dan krijgen we dat meteen. En dan kunnen we dat ook meteen plaatsen in ons mooie kampje. Kreeg je door deze game ook weer zin in, uh, in de DS-versie? Um, nou. Nee, ik heb de DS-versies wel even laten liggen, de 3DS-versie. Ik, ik, kreeg, ik kreeg hier juist heel erg veel zin in om die Switch-versie te zien. Of in ieder geval. Kom op, Nintendo zou dom zijn als ze, dit, als ze hier niet de Switch-versie voor maken. Daar ja, zijn ze sowieso mee bezig hoor. He. Ja, maar ik hoop, daar krijg ik dus zin in, dat, dat dat snel komt. Dat we met één volgende Nintendo direct gewoon horen: van... hé, hey, trouwens, Pocket Cam doet goed bij deze Animal Crossing voor de Switch. Make it happen. Ik, ik heb daar zin in. Want de laatste paar Animal Crossing-games waren niet zo goed, het waren vooral spin-offs. Ja, precies. Want het was Happy Home Designer. Nou ja, die heb ik gereviewd met een 4, volgens mij. Want dat ja. was gewoon niet wat, wat we wouden. En dan had je ook nog Amiibo Festival. Wat letterlijk een soort van pay-to-win principe ja, was. je koop koozie... gewoon heel veel van die, van die Amiibo's. Ja, want dan, dan maak je meer kans. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is wel slim. Ja. Oh, hier is trouwens ook de area waarin je dus kan customizen. De, je, je eigen stukje camping. Uh, en daarin maak je dus allerlei dingen zodat je dus meer van die vriendjes naar jouw camping toe kan ja, trekken. Ja, En elk vriendje moet weer zijn eigen dingen. Ja, dus precies. wie wil deze bank bijvoorbeeld? Nou ja, deze bank had ik een keer nodig voor, uh, ik geloof, een of andere sportieve vogel of zo. Uh, en die haal ik uiteindelijk ook weer weg. Want als je eenmaal in je camping zit, dan heb je zoiets van: ja, maar nu heb ik het niet meer nodig, want je bent al binnen. Dus koop je hem weer. Ja, ja, en ik heb het natural oh ja. thema. Uh, dus ik probeer zoveel mogelijk natural animals naar binnen te krijgen en een hmm. beetje een mooie rustieke natuurlijke look aan mijn camping te geven ziet er leuk uit Tom ja als je downloadt de game en geef me dan kudels voor ja, dit want dan kom goed. je naar mijn camping en dan zeg je oh dat ziet er echt goed uit dan geef je me kudels nice. en ik weet nog steeds niet wat we daaraan hebben maar we kunnen kudels aan elkaar geven. ja maar dan gewoon waardering dat is ook soms ja. genoeg ja nou ja, dat is natuurlijk ook wel weer. Dat werkt allemaal naar een paar van die goals toe, van die achievements. Van oh ja, je hebt zoveel kudos aan zoveel mensen gegeven. Hier, neem wat extra leave tickets of zo. Dat Daarom uh, zet, je, zet je ook overal je, je Nintendo-ID onder elk bericht dat we hierover maken. Ik heb vrienden nodig. Ik heb vrienden ja, nodig voor die achievements. Ik had vrienden nodig voor de review. Dus bij deze. dus <laughs> <das> je kans. <laughs> uh, ja, nee, ja, zo werkt het. Maar goed, dat, dat is het. Animal Crossing Pocket Camp. Um, ik ben benieuwd wat andere mensen ervan denken. Ja, allemaal downloaden, want het is gratis. Ja, het is gratis, dus je, is gratis, je, je kunt checken. het zo ontdekken. Waarom niet? En wie heeft er nou een Windows Phone? bedoel ik hè? Dus wie iedereen kan dit spelen, want iedereen heeft Android of iPhone. Dat is waar. Ja. Thanks, Peter. ook, ja, bedankt. Yo, tot snel. En laat het weten in de comments. Oh, en binnenkort een review. Doei!